quitclaims of model release forms, model vrijwaringsverklaringen. Wat het eigenlijk is, een overeenkomst tussen de maker van een portret of de gebruiker van een portret, bijvoorbeeld een tijdschrift dat het portret wil publiceren, en degene die op de afbeelding staat, die op de foto staat, meestal. Nou, dit moet je natuurlijk wel goed regelen. Vergis je niet, het is iets anders dan toestemming volgens de AVG. Het is echt een overeenkomst. Daarom wil je het ook graag op papier hebben. Nou, dat heb ik voor je gedaan. Ik heb meerdere versies voor je gemaakt, zodat je ze gewoon in kunt vullen alsof het een formulier is. Je kiest de versie die jij nodig hebt voor het soort gebruik wat jij wil maken van het portret. Je vult het in. Eventueel vul je het nog aan met bijvoorbeeld of er nog een vergoeding betaald wordt. En hè, kun je daar een wat uitgebreidere overeenkomst van maken. Je print hem uit, laat hem ondertekenen en klaar is Kees. Easy does it. Daarmee probeer ik je te helpen met de quitclaims die je hier kunt downloaden.